Er zijn in ons grote huis het heelal verwarrende, gewelddadige, ontnuchterende, onthutsende, buitennissige fenomenen aan de gang die nog vaak aan ons oog ontsnappen. Je kan reusachtige telescopen bouwen zoals hier op Mount Palomar, maar als het weer is zoals vorige nacht en vandaag, dan kan je elke observatie vergeten. Aardse telescopen hebben nog een andere beperking. Stel, je krijgt een mooi en gesofisticeerde wereldradio cadeau, maar de enige zender die je kan opvangen is in de middengolf. Dan gaan er toch een heleboel informatie, rijke informatie aan je voorbij. In een soortgelijke situatie zitten we een beetje met de aardse telescopen. De kans dat onze huidige kennis van het heelal van ons grote huis dan ook de juiste is, is zeer klein. Aardse telescopen, zelfs als ze ver van de steden en hoog in de bergen staan, worden door de atmosfeer beperkt in hun waarnemingen. De atmosfeer is zelden stabiel en vertroebelt het zicht van de telescopen. Met het blote oog merk je dat al aan het flikkeren van de sterren. In de telescoop lijkt het of een ster wild staat te dansen. In werkelijkheid flikkeren sterren nooit. In de jaren 60 ontdekte men dat er niet alleen licht uit het heelal komt. Men ging reusachtige oren bouwen, want de ruimte zat vol radiogolven. De eerste waarnemingen zorgden voor een totaal nieuwe kijk op ons grote huis. Het is niet vredig en rustig. Vreemde, gewelddadige gebeurtenissen zijn er de regel, niet de uitzondering. De astronoom van Nederlandse afkomst, Maarten Schmidt, ontdekte de buitennissige quasars, verre objecten met een onverklaarbare energie. Zijn vrouw maakte in hun Californische huis opvallende kunstwerken die soms door het werk van haar man geïnspireerd zijn. Met staal en draad vervaardigt ze opstaande, kleurrijke vormen en bewegingen. Het is eigenlijk een galaxy. En in het centrum van de galaxy heb ik een fotografische plaat gezet. En dat is dus de eerste quasar die hij ontdekt heeft. 3C273. Dat weet ik nog. Sinds de eerste ontdekking zijn er veel quasars gevonden. Maar hun mysterie is nog niet opgelost. Ze hebben één eigenschap die totaal buitensporig is. Maarten Schmidt. The energy was extraordinary. The energy was of the order of 100 times that of an entire galaxy of 100 billion stars. Nog in de jaren 60 dacht men signalen te zien van andere intelligente wezens. Het bleken pulserende sterren te zijn die met een ongelooflijke regelmaat flitsen uitzenden. Pulsars. Uit de dagelijkse ervaring weten we dat ons oog niet alles ziet. Met röntgenstralen kunnen we een wapen vinden verborgen in een transistorradio. Met ultraviolette straling kun je in een schoen de afdruk van de tenen zichtbaar maken. Met infrarood wordt het mogelijk een doorgehaalde tekst opnieuw leesbaar te maken. Gamma-stralen worden in de medische wereld gebruikt om ons lichaam af te tasten, bijvoorbeeld op zoek naar tumoren. Geen wonder dat het idee groeide dat in het heelal heel wat te ontdekken zou zijn als men voor ons oog onzichtbare stralingen zou benutten. Maar onze atmosfeer is hier opnieuw de spelbreker. Ze laat geen röntgenstralen door en niet alle ultraviolette en infrarode. De oplossing lag voor de hand. Er werden toestellen in de ruimte gebracht om die stralingen te onderzoeken. De verrassing was groot. ESA's astronoom Peter Jacobson. As soon as we got a look at the heavens and X-rays, we saw that all sorts of objects that we knew about beforehand were doing all sorts of crazy things that nobody had anticipated. Men ontdekte dat de lichtbakens van het heelal, de pulsars, soms eigenaardige vormen aannemen, alsof ze niet één, maar 100 lichtbronnen hebben. Men kreeg een beter inzicht in de zwarte gaten, die enorme, monsterachtige slokkoppen waarin alle materie verdwijnt. Zelfs licht kan er niet uit. Ze zijn dan ook onzichtbaar.
Een astronaut die iets te dicht komt, zou een vreselijke dood sterven. Allang bestond het plan om een grote telescoop in de ruimte te brengen, omdat men wist dat boven de atmosfeer een ware schatkamer aan informatie aanwezig was. Na vele jaren uitstel is het nu zover. Het ruimteveer brengt volgende week de Hubble-telescoop in een baan om de aarde. De telescoop is zo groot als een autobus en past net in het cargoruim van de shuttle. Ten opzichte van aardse telescopen kan hij 7 keer verder kijken en als een teletijdmachine melkwegstelsels in wording zien 15 miljard jaar geleden. De beelden die hij maakt van sterren en melkwegstelsels zijn 10 keer scherper dan wat de aardse telescopen kunnen. Het beeld van de verste planeet van ons zonnestelsel en haar maan zal voor het eerst iets meer zijn dan een wazige vlek. Vanop de aarde zien we met het blote oog dit stukje van het heelal. Met telescopen kijken we al wat verder. De ruimtetelescoop verbreedt onze kijk 350 keer. Met de ruimtetelescoop bereiken we nu een veel groter waarnemingsveld. Als we opnieuw onze wereldradio bijhalen, dan is het nu zo met de ruimtetelescoop dat we in de middengolf een veel duidelijker signaal krijgen. Met andere woorden, de ruimtetelescoop gaat veel scherpere beelden geven van wat er te zien is in het heelal. We kunnen hier ook nu de FM-band aanspreken, dan krijgen we de zuivere en rijke klank van het FM-kanaal. Die rijke informatie gaat de ruimtetelescoop halen door in het ultraviolet te kijken. En tenslotte kunnen we hierop de korte golf ontvangen. We kunnen heel verre stations ontvangen, tienduizenden kilometers van hier vandaan, bijvoorbeeld de BRT Wereldomroep. En dat gaat de ruimtetelescoop ook kunnen door gebruik te maken van de infraroodinformatie. Hoe zal onze kennis door de ruimtetelescoop worden veranderd? We beginnen bij het begin. Meestal wordt aangenomen dat het heelal begon met een oerknal, de ontploffing van een uiterst compact klompje materie. Geleidelijk ging die hel koelen en het heelal werd steeds groter. Het ging gelijkmatig en homogeen uitdijen, waarbij steeds complexere dingen ontstonden. NASA's chef-astronoom Ed Wyler. The question is, will this explosion keep going? Will the galaxies keep moving away and away and away from each other? Or is there enough mass in the universe to pull them back together again someday? And what one of the major contributions of the Hubble Space Telescope will be to look further and further back in time and see how the velocity of these galaxies change as you go closer and closer to the original Big Bang, so to speak. And measure the deceleration. That is, if things are slowing down, we should see a change in the velocity as we go back and back and back in time. And that's one thing we can't do from the ground now. We can't go back far enough to see this change in velocity or deceleration. Met hun instrumenten zien de astronomen dat wat van ons weggaat rood is en wat naar ons toekomt blauw. Zoals de toonhoogte van de fluittoon van een trein anders wordt als hij aan ons voorbij raast. Melkwegstelsels die van ons weggaan zijn dus rood. Hoe sneller ze dat doen, hoe groter de verschuiving is naar het rood. Maar of dit alles wel juist is, is nog lang niet zeker. De snelheid waarmee planeten rond de zon draaien is afhankelijk van hun afstand. Hoe dichter bij de zon, hoe sneller ze moeten draaien om de aantrekkingskracht van de zon te compenseren. Mercurius draait dus het snelst, Pluto het traagst. Astronoom Vera Rubin bestudeert al vele jaren melkwegstelsels om hun vorm en samenstelling na te gaan. Bij die studie deed ze een onverwachte en merkwaardige vaststelling die onze kijk op het heelal drastisch verandert. And it had been expected that in a galaxy the same kind of pattern would be seen, that stars very far from the center of the galaxy, from the nucleus of the galaxy, would go slower and slower because they would feel a gravitational pull from the center that was diminished because they were so far away. And what we found in virtually every galaxy we've observed is that stars way out in the edge of the galaxy go very, very rapidly. And the only explanation for that
is that there is a gravitational attraction from something that we can't see on the stars that is keeping the star's velocity very high. And the explanation is that this is matter that doesn't radiate. And so this has forced astronomers to conclude that probably 90-95% of the mass in the universe is not radiating at any wavelength. Light is just not a property of that kind of material. Wat onze ogen en instrumenten zien, is dus maar een paar procenten van wat er in het heelal aanwezig is. Maar wat is dat donkere materiaal dat schering en inslag is in ons grote huis? Astronomers are fond of saying it could be baseball bats or bricks. It could be anything, as long as it didn't obscure the background. You have to be able to see through it to see further and further galaxy. So we know it's not like an obscuring blanket. Or it could be some exotic form of matter that we've never observed before. Donkere materie zou kunnen aanwezig zijn in sterren die nooit tot volledige ontplooiing zijn gekomen, die geen licht uitstralen, of in zwarte gaten, de onzichtbare monsterachtige kannibalen van het heelal. Of misschien zit die donkere materie in reusachtige slierten die zich over eindeloze afstanden uitstrekken. Is het niet verbazend dat er slechts in een minuscuul deeltje van het heelal licht is? That's a daunting thought. And it also means that you have 90-95% of the universe to play with that we know nothing about. And it's clear that future generations of astronomers are going to have to learn a lot because we only know a very little bit. Vera Rubin's ontdekking van de donkere materie is niet de enige factor die ons tot nederigheid aanspoort als we het hebben over ons grote huis. Alan Dressler. In 1976, it was observed that our own galaxy was moving through space at about 600 kilometers per second, a very rapid speed. This in addition to the expansion of the universe that all galaxies are participating in. And most people believed, and still do, that this is because of gravity pulling on our own galaxy. And we wondered, where was this pile of mass that was exerting this gravity on our galaxy? And we approached this problem by measuring the speeds of other galaxies. That is, in addition to their expansion as the universe unfolds, they have peculiar motions that are caused by this gravitational force. And we found out that many galaxies shared in the flow that our galaxy was seen to have in a given direction of space. There were many galaxies flowing in that direction. And from that observation, which was based on about 400 galaxies and their motions, we concluded that there must be a great attractor, a very huge pile of mass that was influencing the motions of galaxies over a very large region of space. Rode melkwegstelsels razen van ons weg. Blauwe komen naar ons toe. Ergens in die cirkel moet iets aanwezig zijn dat alles aantrekt. Op een heelalfoto zie je heel duidelijk dat er op sommige plaatsen meer melkwegstelsels zijn dan op andere. Gigantische concentraties die er niet zouden mogen zijn. During the 1980s we made a lot of progress on understanding where structure came from in the universe. And from very basic physics we were able to predict something about how big the structures should be in the universe. What were the biggest things you could find? How many galaxies would form the biggest association? And the Great Attractor exceeded these predictions by a large amount. There were not supposed to be any structures this big by this stage of the universe. And the fact that such big things had formed already indicated that they must have started out with rather large lumps in the very first moments of the Big Bang. And that contradicts some of the physics that we thought we understood about the early universe. En dan zijn er die astronomen die alles op de helling zetten. Die vinden dat de oerknal een menselijke constructie is, een waanvoorstelling. Jeff Burbridge. The implication is that all of the laws of physics that we understand now, which explain all of the phenomena around us, are probably not everything in physics. You see, there is a tendency to believe that the laws of physics which govern what happens on the Earth and in the laboratory and in the universe are all known.
But we may be on the verge from these kinds of arguments of concluding that there is more that we still have to learn. Sterren ontstaan, condenseren uit stofwolken en worden reusachtige thermonucleaire reactors. Maar ook aan hun leven komt een eind. Als hun brandstof opgebruikt is, worden kleine sterren, zoals onze zon, witte dwergen, een hoopje as. Grotere sterren gaan in een laatste show van kracht en macht ontploffen. Ze worden supernova. In het puin van die ontploffing, in de gassen en brokstukken, ontstaan soms nieuwe sterren en zijn er bouwstenen aanwezig voor het ontstaan van het leven. Elk deeltje van ons lichaam was ooit een stukje van een ster. In het midden van het puin flitst een pulsar, dreigt een zwart gat of een neutronenster. NASA's astronoom Ed Wyler. So if you look at the very lowest mass stars and the very highest mass stars, you get a much better understanding about how stars change. Okay, with mass, all right. We know, of course, what the mass of our star is, and then we can apply it to the future of our star. You say, why can't we do that from the ground? Well, if you see a picture of these globular star clusters, you can study the very bright ones that are on the outskirts, because you can separate them. What the Hubble Space Telescope will enable us to do is, because it'll spread things out 10 times more, it'll make the pictures 10 times better, we can get down into the deepest parts of those clusters and study the very lowest mass stars, and therefore study the lowest mass stars, middle mass stars, highest mass stars, get a much better idea of how stars evolve. Ruimtetuigen als Voyager hebben ons unieke beelden bezorgd van de planeten en manen in ons zonnestelsel. Maar het zijn als vakantiekiekjes, momentopname. It's very important to realize that we've lived on the Earth for many millions of years. We think we understand the Earth, it's our planet. Yet we know there are volcanoes and earthquakes and there's weather. Yet we really don't understand them, those scientific phenomena, very well, because we cannot predict volcanoes, we cannot predict earthquakes. At some level we can predict weather, but sometimes not so well. I mean, the recent storms in Europe can show you that. And one of the reasons is we're only studying one type of planet, one type of system. All right? The other planets give us a unique opportunity to study a population of that phenomena, in the sense that if you were trying to study humans and how humans vary, you wouldn't just study one human and learn about the population, because if you were from another planet and you came to the Earth to study humans and how they develop and how they evolve, but you landed in a remote area of Afghanistan or someplace and you only had one human to study, and that human had diabetes and that human died at age while you were studying them, and they were, say, age 21, you might make a lot, and then you had to leave, go back to your home planet. You might make a lot of wrong conclusions, like humans tend to live to 21, and they tend to die of diabetes. So the point here is that you need to study other planets of variables. De grote vraag hier is of ons zonnestelsel uniek is, of wij uniek zijn. In my own opinion, this is one astronomer's opinion, the most important discovery for humankind that the space telescope can make is that there are other planets. Astronomers, scientists, in their heart know there have to be other solar systems. In a universe that's so immense, we have 300 billion stars just in our own galaxy. We know of hundreds of billions of galaxies. To think that in all of the universe, this is the only place where there are planets is just inconceivable to a scientist. But if you want to be a skeptic, nobody's proven that it isn't the only place. Zonnestelsels met een blauwe ster. Of zonnestelsels met twee sterren die elkaar door de zwaartekracht vervormen. Of zonnestelsels met vijf sterren. Het kan allemaal, theoretisch. Maar niemand heeft ze ooit gezien. Een Europees-Amerikaanse satelliet ontdekte toevallig een zonnestelsel in wording. In het midden de ster. Uit de gele gaswolken links en rechts kunnen planeten en manen ontstaan.
zal de ruimtetelescoop afzonderlijke planeten kunnen waarnemen? ESA's astronoom Peter Jacobson. It's a very difficult thing, actually, to imagine us seeing Earth or Jupiter, say, around a relatively nearby star 10 to 20 light years away. It's a very, very difficult task because, actually, the answer is funny in the sense that if the Earth were isolated, we could detect it. But the problem is it's so close to the mother star, so it's like trying to read the license plate of a car at night with the headlines on coming toward you. And you have to block out this glare of the parent star to see the planet next door. And we don't know if our optics are good enough to do this. You need something, I mean, to be able to block out something, see something that's a billion times fainter than something else that's very bright, very close to it. We just don't know yet. We're going to try. De plannen voor de ruimtetelescoop dateren al van de jaren 70. De lancering was voorzien voor 83, maar toen bleek een en ander niet vluchtklaar te zijn. De lancering van 86 werd verdaagd omwille van het Challenger-ongeval. Is de levensduur van de componenten wel groot genoeg om nog eens 15 jaar mee te gaan? Fred Wojtalik, de NASA-verantwoordelijke voor de bouw van de telescoop. Aging of components is a factor to be considered. On the other hand, there's some people that say that we've gotten over infant mortality, and that is a plus. The parts have been used in space for 15 years or longer. And there's nothing that says why that part should deteriorate if built properly in the first place. So hopefully at this time, with the functioning that we've done with it, the tests we've done, the screening out of the infant mortality articles, that we have a very long-lived vehicle. I suspect it will be. I'm not saying that there won't be any problems, but I believe the parts are there. They're very high reliable parts, and they will be with us for a long time. Sinds 1977 heeft de ruimtetelescoop heel wat gedaanteverwisselingen ondergaan om technische en financiële redenen. Gene Oliver was er van bij het begin bij. Well, the most dramatic change since the times that we first started looking at the telescope were first that it was a 3 meter in the very beginning, and now we've downscaled it to 2.4 meters for technology reasons and in order to control the cost projection of the project. In fact, in the very beginning, another major difference was in the space station activity. We had film that we were using to record science data and not electronic imaging systems. And as you would expect, that was a very complex and a very complicated process of getting the film off with the crew, with the space station, and then kicking this free flyer back off and letting it take data again. Dit is het instituut dat verantwoordelijk is voor de planning van het gebruik van de ruimtetelescoop. De verwachting was, en het is ook zo uitgekomen, dat er veel meer aanvragen zouden zijn dan het instrument kan verwerken. De eerste taak van het instituut was de selectie van de waarnemingen. Dan moest worden uitgemaakt wie wat wanneer zou doen voor een optimaal gebruik van deze ruimtetelescoop. Het instituut werd opgericht in 1981 met het vooruitzicht van een lancering in 1983. Gelukkig ging die lancering niet door, want men was niet klaar met de voorbereidingen. Ricardo Giacconi, de baas van het instituut. The spacecraft itself is very complicated. It's perhaps the most sophisticated space instrument or space observatory has ever been sent up. And even the details of pointing, of archiving the data and so forth, are greatly more difficult than normal. So this has given us an opportunity to learn a lot and develop techniques to command the spacecraft, receive the data, archive the data, do an overall new map of the sky with 20 million stars, which we'll use for guidance. But each one of these things that we have done, we think will contribute to astronomy in general, not only to our own mission. So in a sense, the time has been very, very well used, and the process by which we have done these things, I think, has been one of learning and improving ourselves as we went through the process. The difficulty has been to start such an institution from zero and get to the point that it would be fully ready for launch, and we have been really grateful for any stretch we have had. Als we in de telescoop het licht volgen door de opening van de hoofdspiegel, komen we voorbij een hoefijzer met detectoren.
In elk van de segmenten wordt een verschillende ster gefixeerd om de telescoop te richten en stabiel te houden. Om elke denkbare observatie mogelijk te maken, moet je enorm veel fixeersterren kennen en moet je zo nauwkeurig mogelijk hun positie bepalen. Het instituut heeft nu 20 miljoen fixeersterren, maar zijn ze allemaal bruikbaar? Wat wij in het heelal als één lichtpunt zien, kan de samensmelting zijn van twee sterren. Welke is dan de goede fixeerster? That would give us a problem as far as pointing the telescope, because the pointing system itself utilizes the fact that the object that which we're using as the guide star is a single object, is a point source. So what we do is we uplink to the spacecraft the command sequence three pairs of stars, and we hope that if the first fail and has a binary, then the second one may work, or if not that, then a third one, and we actually use combination of all six objects which increases the number of chances. I think there will be times where we just won't find, particularly high galactic latitude where the number of stars is small, we won't find an object to guide ourselves, in which case then we'll pass on to the next observation and try to figure out some other way to do this one, the one we missed. De ruimtetelescoop is ook een Europese aangelegenheid. Om de kosten te spreiden zocht NASA een internationale partner. En de Europese Ruimtevaartorganisatie was bereid 15% van de kosten te dragen en kreeg de bouw van een belangrijk instrument toegewezen. Dit is het Europese instrument. Een camera die erg zwakke objecten in beeld kan nemen. Die techniek had men in Europa toen beter onder de knie dan in de Verenigde Staten. Dit verklaart waarom ESA zo'n belangrijk instrument mocht bouwen. De Universiteit van Luik en een aantal Belgische bedrijven waren bij de constructie en afregeling betrokken. De Europese camera heeft een aantal merkwaardige eigenschappen. Een duim bijvoorbeeld om het felle licht van een ster af te schermen en zo een beeld te krijgen van de zwakkere objecten in het gezichtsveld. Het zwakkere licht dat door de camera wordt opgevangen, wordt op een elektronisch rooster geprojecteerd. Elk signaaltje wordt versterkt. En met veel geduld en na uren observatie wordt stilaan een beeld opgebouwd van het waargenomen object. De Europese camera heeft drie lenzen voor steeds dichtere opnamen. Een belangrijk instrument dus. Maar het is slechts 15% van de kostprijs van de telescoop, want in de jaren 70 was de Europese ruimtevaart nog lang niet zo belangrijk als nu. De chef van de wetenschappelijke projecten van ESA, Dr. Bonnet. Donc avoir un instrument focal était déjà quelque chose d'important. La faint object camera, la caméra pour objet faible, est l'un des instruments focaux. Il a d'ailleurs été très difficile de négocier que ce soit celui-ci, car c'est un instrument médiatique. C'est celui qui va fournir des images de la meilleure résolution angulaire, donc les plus piquées que la mission va obtenir. Donc, du fait même que ce soit l'ESA et les Européens qui prennent à leur charge, sous leur responsabilité, cette partie de la mission, évidemment, privait un peu les Américains d'un aspect médiatique important. Donc il a été très difficile de négocier cet instrument. Il voulait nous donner un instrument beaucoup moins médiatique, certes intéressant, mais beaucoup moins porteur de découvertes que celui-ci. De zonnepanelen zijn een andere bijdrage van Europa. Voor de 15% die ESA neertelde, krijgen Europese astronomen 15% waarnemingstijd. Duccio Macchetto moet er in het Ruimtetelescoopinstituut op toezien dat Europa niet als het kleine broertje wordt behandeld. We have to remind our friends on this side of the ocean that ESA has been a major contributor to this program. It will continue to contribute to the program, both money-wise and also scientifically. And to remind our friends on this side that we are a partner, as opposed to being just somebody who is on the other side of the ocean we better forget about. It doesn't happen very often that they forget about us. Partly because we're here to remind them not to forget,
And also partly because there is a genuine interest in this institution, particularly the director and the staff are genuinely interested in having an international institution, not a parochial, narrow-minded group of astronomers. Op de eerste lijst van waarnemingen komen voor België alleen onderzoekers van de Universiteit van Luik voor. Het project van Jean Surdet heeft zelfs het etiket hoogste prioriteit meegekregen. Het project heeft te maken met quasars, die energiezatte mysterieuze objecten in het heelal, en met bedrieglijke beelden die we in woestijnen kunnen aantreffen. Quasars en luchtspiegelingen dus. Voor de buitenmatige energie van quasars is er nog geen afdoende verklaring. Dit is de visie van Maarten Schmidt die de quasars ontdekte. I would think that the favorite explanation at the moment is that a galaxy has at its center a black hole. If the black hole is very large and there is a lot of material that falls into it through a disk-like structure called the accretion disk, then much luminosity happens to be created, perhaps up to 40% of the rest mass energy of what falls in the black hole, and that makes them so very luminous. Voor Schmidt en vele anderen zijn felle quasars objecten die zich erg ver in het heelal bevinden. Beeldstormers als Jeff Burbridge zijn het daar niet mee eens. Voor hem zijn ze 1000 keer dichterbij. They're possibly produced by the galaxies and ejected from the galaxies, perhaps like cannonballs are ejected from a cannon. And there is the possibility that what we're actually looking at is new matter, matter that is actually being created in these galaxies in the form of quasars, which is then being ejected. De Luikse astronoom Surdet denkt dat de buitennissige energie van quasars veel gemakkelijker te verklaren is als je aanneemt dat het luchtspiegelingen zijn, Fata Morgana's. Als de avond over de woestijn valt en met aanwijzingen van Jean Surdet in de hand, slagen wij erin een erg mooie luchtspiegeling te zien. Op een kilometerlang recht wegstuk nadert een auto. De Fata Morgana bestaat erin dat we de lichten niet één keer, maar 2, 3, 4, 5 keer weerspiegeld gaan zien op het nog warme asfalt. Merkwaardig is dat sommige weerspiegelingen feller lijken dan het licht dat rechtstreeks van de autolamp komt. Dat kan volgens Jean Surdet de felheid van de quasars verklaren. Voor de quasar kan een object zitten dat het zicht belemmert. Het licht dat langs dat object komt, wordt erdoor aangetrokken en naar de aarde afgebogen. Wat we van de quasar zien, zijn dus twee schijnbeelden. Als het object perfect symmetrisch is en precies in de kijkas ligt, zien we van de quasar een lichtkrans. In alle andere gevallen zien we maar stukken van de lichtkrans. Net zoals bij de auto in de woestijn kunnen we twee of meer schijnbeelden van de quasar zien. Jean Surdet berekent dat het zichtbelemmerend object een soort lens is die voorbijkomend licht door zwaartekracht afbuigt en dat die zwaartekrachtlens de vorm heeft van de voet van een wijnglas. Als we met zo'n voet en een lichtpunt de proef op de som nemen, zien we eerst de lichtkrans. Als we de lens uit de as zetten, breekt de krans in stukken. We zien opnieuw meervoudige schijnbeelden van ons lichtpunt. In 1978 had men al twee schijnbeelden van éénzelfde quasar kunnen fotograferen. Surdet beweerde dat sommige beelden van quasars zo energierijk lijken omdat ze schijnbeelden zijn, Fata Morgana's. Toen de jonge Surdet in 1984 met zijn theorie voor de dag kwam, werd hij door de collega's teruggefloten. Maar met de Europese telescopen in Chili vond hij bevestiging. Collega's waren in zijn spoor getreden en vonden ook Fata Morgana's van quasars. Soms zagen ze twee beelden, soms drie en soms, zoals op deze opname, een klavertje vier van schijnbeelden. Hier is één schijnbeeld veel intenser dan de andere. En dit noemt men het kruis van Einstein met 5 beelden.
Met computers filtert men uit deze opname het dubbelbeeld weg. En dan wordt het object zichtbaar dat tussen ons en de quasar ligt. Een melkwegstelsel. Als Surdé in 88 opnieuw een aanvraag doet om met de ruimtetelescoop te mogen zoeken naar zijn Fata Morgana's, wordt zijn voorstel wel aanvaard en krijgt de hoogste prioriteit. Notre but principal, c'est de regarder des quasars très très lumineux que l'on n'a pas pu résoudre à partir du sol à cause de du fait que les séparations entre ces images illusoires est vraiment très petite. Et notre espoir, c'est de pouvoir utiliser le télescope spatial pour démontrer que ces quasars sont aussi faits de multiples images et que leur brillance intégrée, qui leur donne un très grand éclat, est en fait une illusion cosmique et non pas une réalité. Als Surdé gelijk heeft, zit het heelal vol lenzen, vol Fata Morgana's, waardoor men heel ver kan kijken. Ze zijn de natuurlijke telescopen van het heelal. Maar hun bestaan zou ook een extra aansporing moeten zijn tot nederigheid. Si ces quasars très très lumineux et tous les objets distants d'une façon générale nous apparaissent aussi brillants à cause d'effets d'amplification gravitationnelle, il se pourrait absolument que notre vue de l'univers lointain soit elle-même une illusion cosmique extraordinaire. Et donc, tous nos essais d'interprétation d'âge de l'univers par les méthodes classiques et standards échouent à cause de ces effets dont on ne tient pas encore compte. Dit is het controlecentrum van waaruit NASA de ruimtetelescoop zal besturen. Een laatste keer voor de lancering mocht onze camera er vrij in bewegen. Hier zal de sfeer vanaf volgende week te snijden zijn. De ruimtetelescoop is een zware aderlating geweest. Meer dan 60 miljard frank werd er al aan besteed. De ruimtetelescoop moet dus een succes worden. De beeldstormer Burbridge heeft zijn bedenkingen bij dat streven naar succes. My main concern is that so many of the fundamental programs that have been designed for space telescope have been designed by people who think they already know what is out there, which may make it more difficult to discover things that are out there that you didn't expect. We're already at the limits of our knowledge, so we're opening a brand new territory. It's an adventure. It's the analogy I use is Columbus sailed westward in 1492 looking for the Orient. He found something perhaps more important, North America. We're going out to look how galaxies formed. Since we don't know how they formed and we don't know what we're getting into, we don't know what we're going to find. And that's the most exciting part of this program. Astronomers today are concerned with the big questions such as, are we alone in the universe? Now, there's a vague connection with ST on that and the search for extrasolar planets. We're also, of course, worried about things like where did it all come from? How did it form? The chemical elements is a very interesting question I just discussed. And these are indeed big questions. But of course, what we don't talk about is the why. It's the how, the when, and the where. Okay. And this is certainly still the domain of the philosophers, that's for sure.